Veteranen, welkom bij een nieuwe video. Welkom bij de Squad Builder Battle met Win Runne. Win. Oké, bedankt voor de toevoeging. We gaan een selectietje bouwen allebei en we gaan proberen te raden welke spelers wij in de selectie willen. Ja? Ken je dit concept niet? Is dat het idee? Dan moet je je even abonneren. Ken je het wel, moet je je ook abonneren. Ik zat er vanochtend nog aan te denken. Ik zag die ene jongen, hoe heet je ook weer, die alles bijhield tot nog steeds doen. Dat was een mooi document. Dat was Bram, of was het Ruben? Ik heb geen idee. Al die namen. Nee, dat was het Bram, ja? Ik weet niet meer. Waar mailt hij dat naar de veteranen of? Ja, joh, boeit jou. Hey, ik heb hem erin staan, jongen. Ja, ik ook. Oké. Heb je al een formatie dus? Ja, maar is dat al klaar? Jij hebt het al opgeschreven? Ja, nu wel. Nou, mooi. Oh nee, Ruben heet hij. Ruben Monsterman. 1983, what the fuck, hè? Ik zei het hoor. 1983? Dat is die gast dus 11 jaar ouder dan ons. Dat kan. Dat betekent dat hij 39 is, of dit jaar wordt. Maar, ziek toch? Nee, ook niet. Oh. Oké, okay, welke wil je? Zeg maar. 4-3-2-1. Oké, okay. Ik wil 4-4-1-1. Oh. Nou, mogen allebei ermee spelen? Zeker. Nou, leuk zo. Welk had je? Ja, weet ik ook niet meer. Wat een lul, jongen. De jongste Jog is vandaag echt met zijn verkeerde eikel uit bed gestapt. Het is echt niet te geloven. Ja, zal ik even uitleggen waarom? Ja, het is echt... Dit wordt een mooie dag. Laten we snel doorgaan. Ja, ik heb gewoon een hek aan die irritante mensen die zo sloom spelen in FIFA. Ik heb vanochtend Rivals al gedaan en dan heb je van die gasten die hebben een kneuzenteam. En dan alsnog heb je het zo moeilijk tegen ze, omdat ze een uur over een aanval doen. En ja, ik vind het zo verschrikkelijk. Je wilt toch gewoon een beetje spektakel. Je wilt 6-5 als uitslag, niet 1-0 en dan balbezit. Maar. Precies. Ja jongen, het leven is oneerlijk. Het leven is een strijd. Eén grote strijd, precies. Eén grote strijd. Precies. Onthoud dat. 4-4-1-1 heb jij. Ja. Ziek hoor. En ik heb dus drie linkjes, hè? Als spits. Oké. Okay. Zullen we bij jou beginnen? Ja. Oké. Okay. Doe maar, jongen. Ben je al in het voordeel, hè? Want dan weet je nog niet welke namen er bij de andere zijn. Ja, zo'n groot voordeel. Oh, ja. Bas. Kom eens shoppen. Oké, jongen. Dan gaan we, ja? We gaan met mijn central forward, rechtsmidden en linksmidden. Gewoon gelijk op de hele linie, jongen. Echt een heel belangrijke slag. Ja, echt de slag der Arnhem. Der slagen. Precies. De slag der slagen is dit. De slag. Ik ga heel, heel, heel goed nadenken. Ja, dat zou ik ook echt doen. Jongens, het gaat niet goed. Ik zweer het. Ik bel een dokter. Dit gaat echt niet goed met die jongen. Dit is wel mooi, hoor. Mm-hmm. George! Nou, nu mag hij eindelijk een keer komen. Ah, hij was hier net. Hij komt straks vast nog wel een keertje. Het is de laatste beelden van George voordat hij een injectie krijgt in het asiel. Mooi, dan zie je hoe ik erbij zit. Ja, schitterend. Ja, hey, ik heb ze voor je, jongen. Oh, ik heb ze ook echt al lang. Ah, ik had er maar twee opgeschreven. Echt? Je moet er drie, hè? Ja, daarom. Niet goed, jongen. Doet dat goed? Nee. Ben je trots op mij? Nee. Ziek, what the fuck, man. Ik ben echt benieuwd wat je gaat doen, hoor. Ik ook. Mag ik twee icons opschrijven? Nee, helaas. Ja. Oké, jongen. Ja, oké. Weiland, links midden gaan wij voor een naam die je niet verwacht, maar ik heb hem wel opgeschreven. Zijn naam is niemand minder dan Rashford. Dan moet ik heel even gaan nadenken, want ik zit nu even iets te bedenken. Ik mag toch een striker mag ik als CA zetten, toch? Mm-hmm. Oh, in dat geval. Ja, gaan we toch iets anders doen. Gaan wij voor Icon op een CA-positie. Ik zat net even niet op te leggen. Maar nadat ik de hele tijd zit te kijken, dat ik het gewoon alsnog fout heb. Ik ga voor Ian Wright. Ik denk dat je die niet hebt opgeschreven, maar ik ga even kijken welke versie ik ga doen van hem. Welke is... Ja, ik denk dat we gewoon zo prime gaan. Dat is wel leuk. Kijken, waar is die? Hier is die. Ziet er goed uit, die jongen. En dan rechts, ja, dat wordt een lastige. Zo, die gast die heet Lolly. Lolly. Maar dat wordt hem niet. We gaan daarvoor... Ja, deze is wel mooi. Saka in vorm. Oh, man. Ik heb ze al uitgeveegd, jongen. Ja? Helaas. Mm-hmm. Deze is goed, zeg. Ik zat echt, ik zweer het je, ik zat hier gewoon van... Er is één naam die hij niet gaat doen en dat is Rashford. Omdat hij en te obvious is en omdat hij op meerdere posities inzetbaar is. Het is zeg maar zo'n zieke... Ja, laat maar. Die was ziek, hè? Ja, die was echt heerlijk. Bukoya Saka. Ik had drie keer Rashford opgeschreven. Ja? Helaas niet. Helaas niet. Nee, echt dramatisch. Ik had Sterling, Beckham en Grealish. Ja, ik had Mount, Beckham en Rashford. En toen kwam ik ineens achter dat ik natuurlijk een center forward positie had. Ik dacht dat ik Cam had. Toen ben ik net van Beckham geswitcht naar... Ja, dat is right.
Nee, maar Beckham, die zat... Oh, zo bedoel je. Okay. Maar Beckham was geen Icon ook, hè, die ene kaart? Nee, die heb ik al niet meer. Ik had Beckham Icon kaart. Nee, ik had Beckham Icon kaart als rechtsmidden. Maar dan had ik Mount als nummer 10, maar dat hoeft nu niet meer. Oké, nou ja, goed gedaan, jongen. Dankjewel, jongen. Je bent goed echt bezig met je leven. Nou, valt wel mee. Kutzooi, ik baal echt. Dit was een belangrijke slag. Klopt, een slag om Arnhem. Kutzooi. Oké, jongen, we gaan naar Jouwen even kijken. Waar zijn ze? Oh ja, hier staan ze. Jouwen. Zeg jij Jouwen? Jouw. Jouwen. Jouwen hond. We gaan naar links voor en rechts voor, ja? Klopt. Ja? Ja, kom maar. Oké, vette. Op links voor ga ik voor een zilveren speler. Ah, dat dacht ik al. Zijn naam is Carlin Grant. En op rechts voor ga ik voor een icon. George Best. Helaas. George Best? Kijk dan, precies als ik George Best zeg, komt die kat hier. Let op. Ik zet die George Camber even aan. Hij loopt hier weer op mijn bureau. Hier is hij voor bedoeld. Dat jij ook echt eindelijk kan meekijken. Dat jij ook echt kan meekijken met wat er gebeurt. Nou, wat verschrikkelijk, dat hij beest. Hij gaat nu op mijn toetsenbord liggen. Maar hoezo heeft dat beest... Dat heeft geen besef of zo, wat hij aan het doen is. Moet je nou dat hij... Ja, dat hij gewoon overal overheen loopt en... Je moet dat beest wel even een corrigerende tik geven af en toe, hè? Man, het is je moeder niet. Nee, ja. Oh nee, wacht. Die geeft je ook geen corrigerende tik. Nou, ja. Nee, maar die ligt ook niet op mijn bureau. Dat klinkt heel raar, niet? Maar... Nee, niet op mijn bureau. Wel even van Barry, maar ja, niet op mijn bureau. Nou, dat denk ik trouwens ook niet, maar... Jezus, Mia, die George Best is duur, jongen. Ja, jongen. Niet normaal, man. Niet best. Deze gek is ook duur, hoor. Is Bromwich Albion. Oh, nee. Niet. Wat? Ik had die gast, die Grant. Ja. Dan zat hij bij zijn andere club. Dan had hij een groen lijntje met Rooney van dezelfde competitie. Ja. En nu heb ik hem van West Brom gekocht. En die zit er gewoon in de Premier League. Die andere, die is 12k kost die, hè? Ja, daarom dacht ik al van, oh, lekker goedkoop. Ik koop hem gelijk. Ah ja, joh. Ja, welke haal je? Ik ga die van de Championship. Ja, dan moet echt even een groen linkje hebben, man. Ja, klopt. George Best en Grant. Oké. Staan erin, jongen. 88 pace, hè? Ja, moet je niet onderschatten, jongen. Die gast gaat jou neuken, jongen. Neuken, hoor. Ik hou niet van neuken. Of geneukt worden. Dat weet ik nu wel, ja. Maar... Wij gaan naar mijn CM's. Middenveld. Oké, jongen. Ik heb ze ook. Okay. Rechts gaan we voor een speler. Zo, het gaat snel. Ik kan omhoog, man. Die ik nog niet heb gebruikt dit jaar bijna. En ik was best wel fan van zijn vorige FIFA-kaart altijd. Dat is wel mijn spelertje, was dat een beetje. Hij heet Dele Alli. Gebruikte ik eigenlijk best vaak. Vond ik ook heel fijn, maar goed. Naast hem, we gaan lekker voor een aanvallende formatie, kiezen wij een Portugees uit de Premier League. En zijn naam is Bruno Fernandes. Ik had Pogba en Bruno Fernandes. Nou, ik twijfelde tussen Pogba en Fernandes, maar beide had niet gevoeld. Dat had niet uitgemaakt. Oh, Weiland, wat is er toch weer goed gezien, dude. Ik had zo binnen 2 seconden al. Ja, slim. Heerlijk, ik wist, hij wil 2 groene linkjes. Klopt. En dat gaat hem nu niet lukken. Klopt. Helaas. Klopt. Pinda, kaas. Klopt. Nee, jij mag een groen linkje van mij, man. Jij mag weer je oude vriend Curtis Jones. Jones? Curtis Jones. Nee, hoor. Van Liverpool. Wat een gek, zeg. Heb je alles op chemistry, hè, voor nu. Dus ik match je wel echt zwaar. Mm-hmm. Ja, ik match je ook altijd, joh. Daarom. Je weet ook zo altijd met een kat. Let op. Als je een keertje jeuk hebt en je zit aan je zak, dan komt hij gelijk daarop springen. Kijk dan. Dat is niet normaal, man. Hij valt me gewoon aan hier. Dan zit hij iets bewegen, zeg maar, met die vingers in je broek. Ja? Oh, lijkt hij toch veel op Corolla, joh. Precies. Als hij iets ziet bewegen, springt hij er ook in. Precies. Zo mooi eigenlijk. Oh, dat is zo schitterend dit eigenlijk. Mooi, hè? Nou, die kinderen die nu allemaal kijken. Dit. Oh. Zo, wat een speerlappen. Ja? Okay. Ja. Vette, we gaan naar mijn middenveld, jongen. Wordt een belangrijke slag. Ja, is goed. Oké, Vette, we gaan ervoor. Hè. We beginnen met de middelste. Ja. En daar moet natuurlijk toch een Engelsman komen. Zo simpel is het. Nou, heb jij waarschijnlijk 3 Engelsen opgeschreven, omdat je dit wist. Mm-hmm. Er kunnen heel veel namen tussen zitten. Grealish, Madison, misschien Opal Dele Alli, misschien wel Henderson. Echt veel opties. Ja. Ik denk dat je niet bent gegaan voor deze naam, en dat is Phil Foden. Nee. Op links gaat een teamgenoot van hem spelen, namelijk Kevin De Bruyne. En op rechts iemand die dezelfde taal spreekt als De Bruyne, namelijk... Wijnaldum. Heel goed, jongen. Oh, je hebt geluk, jongen. Dan. Ik had eerst opgeschreven Kevin De Bruyne, Wijnaldum, Henderson. En ik ben uiteindelijk... Heb ik Kevin De Bruyne eruit gehaald. Oh. En had ik daar Mount voor neergezet. Oh. Ik weet niet waarom, maar ik zag Kevin De Bruyne. Ik dacht, ja, die kiezen we niet zomaar. Klopt. Maar ja, ik heb Wijnaldum wel, dus die moet weg. Ja, oké, goed gedaan. De Bruyne, goed gedaan.
wist het, jongen. Blijkbaar niet. Ja, ik zag hem staan. Ik dacht, ik wilde hem zelf net eigenlijk in mijn eigen team. Maar ik dacht, ja, dat is moeilijk met linkjes. Oké, okay, jongen. Is wat het is. Weet je wie hij mag? Nou, vertel het me. Jij mag Curtis Jones. Ja? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, hard. Dat vind ik heel aardig van jou. Mm-hmm. Ik heb net voor 10k moeten kopen, dus dan weet je hoe dat voelt. Oh, jij misgunner. Heb je hem, jongen? 10k? Ja, ik ga hem nu kopen, jongen. Ik heb hem net ingevuld hier zo. Wat? Echt 10k, ja? Oké, okay. Het is wat het is, jongen. Het is wat het is. Het is geen kattenquiz. Nee. Wordt een mooie strijd op het middenveld. Bij jou staat hij links, bij mij staat hij rechts. Ja, jongen, dan gaat hij zo clashen, jongen. Clash of the Curtis. Clash of the Curtis en de Rooneys. Wat een beest ligt zich hier te likken, jongen. Dat beest, jongen. Neem hem een keer mee naar buiten dan. Kijk hoe die, wat hij dan denkt. Dan denk je, oh, bestaat hij wil niet naar buiten, hoor. Als de voordeur open staat bij ons, dan gaat hij niet eens naar buiten nu. Nee, ja, ja, vind het gek. Het is hetzelfde als je je hele leven in een kelder zit opgesloten. En dan staat in één keer die deur van die kelder open. Denk je ook niet, ja, laat ik daarmee. Hij is bang voor het onbekende. Precies. Dat deed ik met die kat van Lisa altijd. Die mocht ook nooit naar buiten. En toen zette ik hem, soms pakte ik hem op. En zette ik hem buiten gewoon echt 5 meter van de voordeur af. Dus was hij helemaal in paniek. En dan wist hij gewoon niet meer waar hij heen moest. En dan stond hij gewoon helemaal bevroren zo stil. Maar dan zette ik hem weer binnen en dan deed hij weer normaal. Ja, ja, joh. 3 jaar later was hij er niet meer. Precies, net als Pim. Precies. Aangereden door lijn 52. Ja, oké, okay, we gaan naar mijn backs, ja? Klopt. Oké, okay, jongen. Ja? Ja. Zet hem op. Ik ga voor rechtsback. Deze gast is heel goed. Dat kan niet anders. Voor Trent Alexander-Arnold. En linksback gaan we ook voor een Engelsman. Gaan we voor Luke Shaw. Hoppa. Kijk, jij bent hetzelfde aan het doen als ik de vorige keer. Dat je een volledig Engels team aan het bouwen bent. Ziek, hè? Jij weet dat nog van de vorige keer, of niet? Dat ik dat toen deed. Ziek, hè? Toch? Ja, weet ik. Ah, jongen, ik had Walker en Telles. Lekker zeg. Ja, ben je blij mee, hè? Oh, dit is echt heerlijk. Oh, dat voelt dit lekker, hè? Ah, George! George, jongen. Yo, mijn hand is geen eten. Ja, dames, ja, hij weet niet, hij kent niet eens het verschil tussen een vinger en een knakworst, snap je? Precies. Heb je wel eens een andere kat of een hond bij hem in de buurt gehad? Maar als dat gebeurt, dat je voor de een keer een andere hond of een kat bij hem in de buurt zet, dan denkt hij echt, wat is dit dan? Loopt hij er zo vrolijk heen? Het is wel leuk om je op te zien, toch? Een beetje testen wat er dan gebeurt. Nee, joh, dan is hij doodsbang. Ja? Weet je, Alexander Arnold en Shaw, wat een gek, hè? Dat hij weer willen spelen, hè? Ik wist niet eens dat hij nog leefde, maar... Nee, inderdaad. 3 keer zijn been gebroken. Ja, oh, die was ziek toen met de paai. Wat een geks, hè? Oh. Oké, okay, jij mag Jan Bekjes gaan raden, jongen. Ik ga het ook doen. Oh, Weiland. We gaan even Jan Bekjes doen, ja? Klopt. Oké, okay, ik heb heel erg getwijfeld. Kut, ik twijfel nog steeds eigenlijk. Maar ik ga voor... Ja? Nee, ik ga het gewoon doen. Die gaan zitten in goed. Ik ga voor Reguilon en Tavernier. Nee, heb ik niet. Oh, ziek. Ik had Mandy. Wist ik. En James. Reece James? Ik veel. Chels. Ah, mooi, meteen er vanaf, omdat hij het niet goed heeft geraden. Mooi, hè? Oh, Pas, je zit soms zo in de put. Kom er toch eens uit geklommen, Pas. Ziek, mooi, hoor. Goh, die rechtsback is goed van mij, hoor. Ziet dat jij die hebt gedaan. Ziek, hè? Wat die SBC, die, daar baal ik ook nog van. Ja, die is fucking goed. We gaan naar je centerbacks, jongen. Ja, is goed. Ja? Ja. Oké, okay, jongen. Dan komen ze, ja. Zet hem op, jongen. Oké, okay, jongen. Hey, we gaan 3 spelers opschrijven. Oh. Van dezelfde nationaliteit, dat is wel leuk. Ik kan je 1 ding verklappen, het zijn geen Engelsen. Dat is wel jammer, want ik dacht, ik ga niet jou nadoen met een volledig Engels team. Maar we gaan wel voor 3 spelers met een zwart-rood-geel plaggetje. Dan kan je het al raden misschien. We gaan op hok voor Manuel Neuer. En voor hem komen te spelen niemand minder dan Kloosterman en Boateng. Die heb je niet, jongen. Nee, zeker niet. Mooi gedaan. Dit is hoe Squad Builder Battle hoort te zijn, jongen. Goed gedaan. Precies. Complimenten. Zo hoort het, jongen. Complimenten van het main account aan het Jog. Ja, oh, ja. Baal dat ik die SBC niet heb gedaan. Misschien kan ik die ooit nog doen. Van Boateng. Boateng, die Road to the Final Close Man en Neuer. Dat is wel een zieke achterhoede. Heb je Team of the Year Neuer? Ja, Team of the Year Neuer. Maar gewoon normaal. Nee, natuurlijk niet. Daar ga ik niet mee spelen. Ik heb laatst tegen hem gespeeld en je merkt geen verschil, joh. Won 6-0 of zo. Wat? Maar je hebt hem toch gepakt? Ja, ik heb hem niet meer. Was hij tradable? Oh ja, tuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Nee, anders zou ik mijn team er wel omheen, denk ik wel. Ja, dat is wel vet. Maar... Ja, die Boateng SPC lijkt me ook vet, maar...
Klopt. Oké, jongen, gaan we naar mij. Ja. Ja? Oké, Vette, heel veel succes. Dankjewel, jongen. Oké, Vette, we gaan naar mijn laatste drie. En dit wordt heel interessant. Mm-hmm. Maar we beginnen met een man die ik tegen was gekomen in draft van de week. Ik kwam er niet langs. Hij heet Angelo. Oh. En hij ziet eruit als een kale Ruud Gullit. Mm. Zijn naam is Ogbonna in vorm. Naast hem komt de duurste verdediger ter wereld. Die moet toch ook wel wat kunnen. Harry Maguire. En op hok, op hok, de zoon van de beste keeper aller tijden. Namelijk Kasper Krunkjer. Kasper Schmeichel. Oké. Okay. Jammer. Ik dacht echt dat ik er één of twee goed zou hebben. Oh. Maar ja. Want jij had Gomez, jij had Tomori en jij had die centerback van Rangers. Nee, alle drie niet. Oh, welke dan? Ik had Stones in vorm, eventueel. Ja. Ik had Smalling in vorm en ik had Pope. Daar gaat hij misschien wel voor. Nee, helaas jongen. Moet je teleurstellen. Helaas. Het leven is een grote teleurstelling. Klopt, nogal. Het zieke is, zo sta je er ook echt in soms. Klopt. Ik ga even voor jou draaien, ja? Want we gaan spelen. Anders weet ik niet waarmee ik je moet inviten, ja? Daar gaat hij, jongen. Ik ga je vast inviten, want het is... Nee, hier ben ik zo slecht in. Wat? Het is geluksbal. Die win ik altijd, ja. Geen geluk voor mij. Zo, het zegt niks. Je moet gewoon beter je best doen. Ik ga vandaag... Jij komt wel elke keer voor. Klopt, ik ben elke keer goed bezig. Elke keer als ik die super deluxe versie heb, dan gaat het verkeerd. Dan zeg ik tegen mezelf, kom op, niet vernaaien. En dan 1 seconde later gebeurt het. Dat is de druk. De druk van een e-sporter. We zijn er klaar voor. Oké, Vette. Is een belangrijke dag, jongen. Klopt. Het staat 10-6. Precies. Hier, kijk dan. Die gast heeft nog 5-6 kills ook, die Grant. Oh, kijk, ze gaan. En dan gaat hij, Grant! Grant! Zo! Zo, hij vliegt over het veldje, die gek. Ziek, hè? Doet hij wel ziek, ja. Rooney! Scheids! Rooney! Nee, Ogbonna, wat doe je? Zo, wat is dit, joh? Zo, die Ogbonna is zo goed, je. Wat een gek, hè? Schiet dan. Ja! Verschrikkelijk. Dit is helemaal mijn spel dit, jongen. Ik vind het heerlijk. Ja, de hesjes en dit, het is echt voor jou, hè? Ja, jij zegt het wel bij elk spel. Al heb je wel het positiespel in het midden, dan is het ook mijn spel. Ja, misschien is gewoon FIFA meer mijn spel dan jouw spel. Dat zou ook kunnen. Ja, FIFA is de laatste jaren wel meer jouw spel, ja. Dribbelboost! Dat gaat niet! Ja, dat klopt. Het is precies zoals jij het wil. Dat irritante spel, zeg maar. Ja, klopt. Ik ben ook lekker irritant. Hier, je hebt schotboost, jongen. Jouw favorietje. Laat het zien dan. Ja? Oh. Jouw favorietje, jongen. Kom op, pas. De druk ligt op jouw schouders. Kom op, jongen. Zet hem op. Doe je best. Dit moet het worden. Ja, kan ik vanaf hier schieten? Van mij mag je. Waarom niet? Ja, kan ik vanaf hier schieten? Zorg maar gewoon dat je scoort. Ga nou geen rare dingen zeggen weer. Ja, maar kan het? Het kan zeker, denk ik, ja. Nee, toch niet. Oh, wat doet hij? Ja, hoezo wat doet hij? Nee, die rebound. Ja, en weer het schot geblokt. En dan is hier dus George Best. Daar gaat hij. Rooney. Rooney. Hé. Hey. Het is de bal. Oh, rood. Kijk dan, herhaling. Laat de herhaling zien. Let op. Komt hij, hè? Maar je haalt eerst mijn... Vol op de bal! Deze mis je, hè? Ah, hij krijgt hier keer 2 ook nog. Op het moment van de penalty krijgt hij keer 2, jongens. Dus, kijk, hij weet het niet meer. Ik wilde hem eigenlijk missen. Alleen, kom er toch niet aan. Ja, en de schotboost is weer voor Weiland. Oh nee, toch niet! Vette! Oh, Curtis Jones. Oh nee, toch niet! Vette, je moet het doen nu. Met Peter Wright. Oh nee, Ian Wright. Peter Wright. Snakebite, daar gaat hij. Oh, die Tavern hier is zo goed. Ja? Mm-hmm. Schitterende tackle. En dit is dan geen. En dit is dan geen overtreding. Jongen, vet, het is gewoon niet jouw dag. Accepteer het maar. Nou, dat is al alweer maanden niet meer. Het is niet jouw jaar. Vette, kom op, jongen. Slechte wedstrijd. Ja, heel slecht. Hey, ik word gek van die bloks, jongen. Elk schot wordt voor mij geblokt door jou. Ja, blokt ze allemaal, jongen. Zelfs schotboost gaat niet door de blokkades heen. Klopt. Oh, daar is hij weer. Schotboost, keer 2. Ja, dit moet dan worden. Ja, heel eerlijk. Nu moet het gebeuren. Oh.
Geen buitenspel! Zo triest ben ik, hè. Ik ben echt triest, jongen. Ik vind mezelf zo triest dat ik dan weer zeg... Een klein beetje, maar ja, ook last van had als speler. Gewoon, als de druk erop komt, dan gaat het fout. Ja, het is gewoon heel triest. Het is zielig dat je daarmee te kampen hebt. Klopt. Maar bij mij paas is er ook gewoon. Ik heb een kutpaas. Het is heel menselijk, hè. Om te falen als het... zeg maar, om te verkrampen op het moment dat je moet presteren. Ja? Ja, het is heel menselijk, sowieso. Nee, dat gebeurt niet. Het is gewoon, het spel is zo raar met dat Pasen. Oh, is dat het? Het is weer het spel. Hier. Nee, dan heb ik een paasboost en dan... Ja, die boost komt niet, snap je? Lul die zo slap, man. Wat lul je nou? Die boost komt niet? Nee. Waar heb je het nou over? Ja, ik zag net. Ik heb een paasboost, maar dan paast hij alsnog in jouw voeten. Een hele makkelijke paas. Ja, dat kan. Als je het zelf gewoon vernaait. Tuurlijk, het is niet zo dat het altijd aankomt. Maar wel in echt 95% van de gevallen. Maar als je zelf alsnog niet goed mikt of zo. Of gewoon het juiste paas op het juiste moment. Ja, dan komt hij niet aan. Nee. Dat is toch logisch? Nou. Kijk, wat lul je nou, man. Sjoe, man. Teleurstellend, jongen. Ja? Nou. Mm-hmm. Oké. Okay. Het kan gewoon nog, hè. Je mag ziek veel tijd. Ja, kan ook. Nee, alles is ook zo snel in één keer. Ja, heel raar. Het kan nog, jongen. Hier, jij hebt de paasboost keer 3. We hebben wel heel vaak paasboost. Ja, geen één keer snelheid bijna. Ik heb één keer snelheid. Oh, die hebben ze er misschien wel uitgehaald. Heb je die gehad? Nee, ik heb hem wel. Wanneer dan? Ik heb hem wel gehad. Wanneer dan? In het begin, met die Jones. Oh. Toen liep ik 1-op-1 met je keeper, toen hield je hem. Leek een drek of een voetrol voorbij. Oh, ben ik echt oprecht alweer vergeten. Hier, yeah, schitterende paas. Rashi. Vieze blokkade, jongen. Blokkade. Deel het zelf? Tuurlijk. Hey! Dat is een goeie, dude. Ja? Golasso! Dit was mooi, heel eerlijk. Waar ben je? Ik hoor je niet meer. Nou, gewoon, ik was aan het nagenieten. Echt niet? Hey, je hebt alles. Kom hier, nu moet het gebeuren, vette! Hier! Oh! Nu moet het serieus gebeuren, kom op. Als je deze maakt, kan het nog, hè? Ja, het kan sowieso nog. Zo, ik heb die Rooney diep gaan dan. Zag je dat? Ja, bijna is hem kwijt. Nee! Wat? Gewoon echt te snel voor zijn eigen poten gewoon. Nou, op zich is het prima. Fuck. Voor mij is het prima dat hij keer 3 nu weg is. Dat is niet zo erg. Ja, klopt. Wat heb ik aan die boost, jongen, als daar iedereen voor dat hok staat? En daar gaat Rooney! Rooney! Ja, wat heb ik aan die boost, jongen? Ik weet het ook niet, jongen. Zo! Zo, nu wel, hè? Had je schotboost? Ja, nou, dat hoop ik wel, jongen. Helaas. Verschrikkelijk, dit is echt, ik vind het zo verschrikkelijk, dit. Oh, man. Weet je, dus als je op een gegeven moment achterkomt, dan ja, dan is het echt een verschrikking. Hier, ik heb 16 schoten, jongen, moet je nagaan. Ik kan het niet meer aan, echt niet. Nee, ik ook niet. Ik vind het zo verschrikkelijk. Kerel, spelen we geluksbal en dan is het... Ik krijg geen boost, jongen. Zodra je achterkomt, jongen, zo, dan kun je niks meer. Nee, het is zo verschrikkelijk. Ik weet niet wat ik nog moet zeggen, jongen. Nee, het is echt verschrikkelijk. Ik weet niet, het spel was zo goed in het begin, maar ik vind het... Elk schot wordt geblokt. Je komt er niet doorheen. Ik weet niet wat het is. Het is een moeilijk spel. We kappen er lekker mee, hoor. Veteranen gaan een ander spel spelen, jongens. Precies. Hey jongens. Vaarwel. Ciao. Mag even. Oh. Wat is je rating van Rooney? Ja, ik weet niet. Dat kan je ook niet testen met die kutmodus. Oh. Ik vond dat hij heel snel was bij die laatste goal. Maar dat hij het stiftje er ook goed in legt. Maar vrije trap was het mooiste. Ja. Nou, jongen. Bedankt. Vaarwel. Jij bedankt. Tot ooit. Je bent goed bezig met je leven, jongen. Tot snel. Tot morgen. Ja.